decembermaand. Een tijd om de speelgoedwinkel in te gaan. Je komt er bijna niet omheen. En er is genoeg om uit te kiezen. Maar wat is er nu eigenlijk het beste speelgoed voor je kind? Het maakt fysiotherapeut Gonnie van der Weijden, die veel met kinderen werkt, niet uit of speelgoed nu van hout of van plastic is. Zolang het maar iets is wat je samen kunt doen met je kind. Auto's, draken, dino's of... Fien en Teun. Fien en Teun. Genoeg om uit te kiezen. Waar let u nou op als u een cadeautje voor een kind koopt? Ik let vooral op of tot het een beetje leerzaam is. Wat vooral belangrijk is dat het iets is waar ze hopelijk lang mee spelen. Het liefste natuurlijke materialen. Als enigszins kan nog een beetje educatief, maar nou ja, dat is dus niet altijd gelukt. Gonnie is fysiotherapeut bij de kinderrevalidatie. En die weet wel raad met speelgoed. Speelgoed is ontzettend belangrijk voor kinderen. Je geeft eigenlijk kinderen de kans om verschillende vaardigheden te ontwikkelen. Taal, fijne motoriek, bewegen, creativiteit, denken, sociale interactie tussen kinderen en tussen volwassenen en kinderen. Goed zo, daar gaat ze. Daar gaat ze. Dus het is, ik zou ook zeggen tegen ouders en tegen opa's en oma's, ga vooral samen met je kind spelen. Welk speelgoed niet aan zou raden is eigenlijk speelgoed waarbij kinderen heel passief zijn. Een scherm bijvoorbeeld, hè? Dus veel gamen. Maar in de praktijk blijkt dat toch wel moeilijk. Zeker als we wat ouder worden, wordt het steeds lastiger. En games heb ik ook wel eens gekocht voor mijn zoon. Dus ook niet echt educatief. Maar ze waren er wel heel blij mee. Weet je, soms moet ook gewoon een cadeautje een leuk cadeautje zijn. En niet alleen maar heel goed of zo. Nee.